superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooie houdbare krans maken. Maar wel in leuke zomerse kleurtjes, dus lekker vrolijk. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op en zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Heb je vorige keer meegedaan met de winactie op YouTube? Blijf dan vooral kijken, want aan het einde van deze video wordt de winnaar bekendgemaakt. We gaan nu eerst beginnen met bloemschikken. We gaan vandaag aan de slag met veel droogmaterialen. En daar heb je speciaal steekschuim voor. Maar vaak, dat is meer dat grijzerige steekschuim, maar die is heel stug. Omdat we vandaag met wel fijnere bloempjes werken, maar wel droogbloemen, heb ik gewoon normaal steekschuim gebruikt. Dus de bio-variant, je kan ook de gewone variant gebruiken. Maar dan is die wat zachter, maar ik maak hem dit keer dan niet nat. Dus je gebruikt hem dan droog. Goed, dat is echt uitzonderlijk gebruik. Dat doen we alleen met droogbloemen. Want normaal gesproken moet je hem natuurlijk gewoon nat maken. Ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe en wat voor mooie materiaal ik allemaal heb ingekocht. Allereerst beginnen we met de vetplantjes. Wat mos en wat natuurlijk materiaal. Ik zet hier even op een satéprikkertje. Ik heb het zand eraf gehaald en dan kan je hem er zo in verwerken. Het kan zijn dat het gewoon groter zijn, maar soms zitten er nog van die kleine stekjes bij in. Dan kan je die eventueel ook gewoon los nog erin verwerken. En ik heb wat mos. Ik haal vaak even de onderkant er iets af, zodat hij wat platter op de krans ligt. Je kan hem eventueel ook verdelen. Ik zet het even vast met een krammetje. Dan heb ik wat mosstakjes. En deze kan je vastzetten met een krammetje of je kan eventueel lijmen. Dan heb ik gekleurde katoen takjes. Ik neem gelijk kleur in het stuk. En ik gebruik ze in verschillende tintjes. En die kleuren laten we ook weer terugkomen in de krans. Gelijk lekker vrolijk. Kijk hoe leuk. En ik heb ook in dezelfde kleurtinten allerlei ruskers. En die verwerk ik er weer kort in. En dan heb ik van deze gedroogde vruchtjes. Die zijn al gedroogd, dus die blijven gewoon goed. En dan heb ik nog wat andere droogbloemetjes die ik er ook in verwerk. Die kan je er kort in verwerken of je kan ze wat langer erin laten, wat je zelf leuker vindt. En dan gebruik van deze schelpen. En het leuke is, als jij een scherpe schaar hebt, kan je deze in verschillende vormen knippen. En je kan bijvoorbeeld zeggen, ik knip het in een hartje.
kan jullie er ook leuk bij tussen. Van de vruchtjes voeg ik nog een paar extra toe. En een klein beetje cilantia om de rest van het steekschuim op te vullen. Dan heb ik nog een Crasperia en Scabiosa bolletje. Vooral de Crasperia of de Scabiosa zijn kwetsbaar als ze gedroogd zijn, dus doe je voorzichtig mee. Prachtig mooi. Dan wil ik nog een klein beetje oranje terug laten komen. Dat doe ik met een klein bloemetje. En dan is dit hem geworden. Heel erg mooi, vrolijk. En het is natuurlijk erg leuk dat als jij bijvoorbeeld op vakantie gaat of als het weer wat warmer is, dat je toch iets leuks op tafel hebt. Nou ja, en dan is dit natuurlijk heel erg geschikt. Lekker lang houdbaar, maar wel heel mooi vrolijk. En dat is gewoon heel erg leuk. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij je, want op is op. En dan hebben jullie nog een winnaar van mij te goed. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met mij opnemen, want je hebt een DIY pakket gewonnen. Goed, vond je het leuk? Laat hieronder weten wat je ervan vond. En dan zien jullie mij weer bij een volgende video. Doei!